Mars. Jullie mama en opa zijn opgesloten en wie hen kan bevrijden, krijgt een beloning. Kwaak, 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 kwaak. Allee, word wakker. Ja, sorry ze, maar ik heb een zot rare droom gehad. Ja, ik ook over brandende kikken. Ja, ik ook. En ik ben Romila. Geloof je dat niet? Nee, want hij zei tegen mij want dat ik Rema ben. Hè? En het was ook iets dat onze echte ouders niet zijn en dat die opgesloten zitten? Ja, wacht. Hoe noemde die nu ook alweer? Ria, Sylvia en... opa Numitor of ja, zoiets. Ja, dat was. Maar dat is toch raar dat we dezelfde droom hebben gehad. We moeten dat verder uitzoeken. We moeten dat gaan vragen. Mama, papa, wakker worden, allee! We hebben echt een rare droom gehad. Over een pratende kikker. Ja, kun je gaan geloven? Pratende kikker, hè? Ja, en ze zeiden dat hun onze echte ouders niet waren. Is dat waar? Ja. Ja. Maar, hoe kan dat? Maar waarom hebben jullie ons dan nooit verteld? We gingen dat vertellen op jullie 18e verjaardag. Jullie zijn nog maar 16. Maar zwaar, dat is wel niet eerlijk, hè. Maar jullie zijn opgevoed door een wolf. Wat? Excuseer. Zeg dat maar een keer. Jullie zijn opgevoed door een wolf. Aan de type. Ja, we moeten onze ouders dan echt bevrijden. Ja. Slaat dat slot door. Ja. Ja. Romula en Rema, zeggen jullie dat echt? Ja! Omdat jullie ons bevrijd hebben, krijgen jullie nu een beloning. De beloning is dat een van jullie twee koning mag worden van een nieuwe stad. Ja, dat ben ik ze. Excuseer, dat ben ik. Nee, geen stad! Wow. Een van jullie twee zal het moeten worden. Jullie vechten het onderling maar uit. Rome groeide uit tot een wereldstad en is nu de hoofdstad van Italië. Dit filmpje is mede mogelijk gemaakt door... Schoon, hè? Dat heb ik niet gefilmd.